Een hele goede morgen. Jordi hebben we net bij ons in bed gelegd. En die is ook wakker. Jordi. Jordi. Boom. Ging niet bijten? Ging niet bijten? Echt waar? Oh, lekkere stinkert. Wij gaan hem heel eventjes ontbijt geven. Niet bijten. Doet hij weer bijten? Doet hij weer bijten, joh? Het lijkt wel alsof we een hondje hebben nu. Wij gingen onszelf aankleden. En wat doet papa? Jordi, ben je een toen? Wat heeft papa op jouw hoofd gezet? Jordi. Jordi. Kijk dan. Jordi. Oh, je ziet niks. Wat heeft papa op je hoofd gezet? Heb je op je hoofd? Ja, hij heeft iets nieuws. Hij gaat niet meer op zijn knieën zitten. Nee, hij wil op zijn voeten gaan staan als hij in de kruipwagen zit. Hoe ben jij daar? Dus dat is dus op het moment dat je papa met Jordi alleen laat, dan krijg je dit soort acties. Kleine rat. Wij gaan nog heel eventjes ons eigen aankleden. En zorgen dat papa niet Jordi nog meer dingen op zijn kop gaat zetten. En dan gaan we even naar de winkel. En dan gaan we naar huis. Jordi heeft zijn middagslaapje gedaan. Zo te horen is hij wakker. Dan gaan we eens even kijken bij Jordi, hè. Hallo. Hey. Ben jij wakker? Hallo. Doe je nou net of je slaapt? Hey. Wat is dat dan? Ja. Je zit boven je. Ja. Neem je je mee. Wil je dat allemaal vertellen? Ja. Dat jullie staan in zijn bed, hè? Zeg maar hallo. Kijk
heb mijn Jumbo bij. Ga je mee naar beneden? Volgens mij staan jou. Ik ben eten aan het koken. En Jordi is ondertussen in de box aan het spelen. En ik hoop dat hij het zo dadelijk weer doet wat hij dus net aan het doen was. Hij was net iets nieuws aan het doen wat hij sinds een paar dagen doet. Weet je wat? Ik ga gewoon eventjes de standaard pakken. En dan ga ik gewoon even kijken of dat hij het gaat filmen. Of dat ik het kan gaan filmen. Nou, volgens mij heeft hij het niet gedaan, dus ik probeer het straks nog een keer of morgen. Jordi krijgt lekker zijn flesje. En daarna gaat hij naar bed. Zijn oogjes worden al kleiner. Dus ik denk dat hij zo in slaap valt. En dan is de avond alweer bijna om. Wat gaan wij dadelijk doen? Poetsen! Nee, je gaat gewoon helpen. Wij moeten zo dadelijk nog even hier poetsen, want morgen hebben we fysiotherapie en dan gaat Niels intensief mee fysiotherapieën. Dus ik ben benieuwd wat Niels ervan vindt, want hij maakt daar niet vaak mee als jullie fysio krijgt. En nou gaat hij morgen wel gewoon fysioën. Dus, jij gaat morgen aan de gang. Nou nee, dadelijk al aan de gang, maar morgen ook. En jij? Ik doe morgen een keer geen fysio mee. Morgen is papa fysiodag. Oh, bestaat ook wel. Ja, vind ik wel. Heb ik net zo even bedacht. Kreeg even een brainfart. Maar goed, Jordi gaat dus lekker slapen. En wat doet mama als Jordi op bed ligt? Dan gaat ze zelf spelen in Jordi's box. Vind je het leuk? Ja, tuurlijk. Oftewel alle batterijen verwisselen die vernieuwd moesten worden. Ja, 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 ja. Ja, dat zeggen ze allemaal, hè? Daar kom je alleen maar achter tijdens het spelen dat ze leeg zijn, hè? Ja, of je hoort dat ze vals zijn, dat kan ook natuurlijk nog. Ik hou niet zomaar vals speelgoed. Nou, papa is ook niet veel heiliger, hoor. Laten we op ontdekking gaan. Ja, tuurlijk. Die had ik net ook vast. En toen had ik ook geen gelijk. Dat was niet te zien op de film. Nee, tuurlijk. Ja, dat heb je wel zo gefilmd, hè? Hè? Wat ben je aan het doen met die rups? De batterij aan het vervangen. Nou, dat ding dat speelt toch, dus... Ja, het klepje moet er toch op, zodat de kindjes niet de batterij op kunnen eten. Mm-hmm. Heb ik dan net allemaal gedaan. Dat weet ik niet. Die smiegt. Je ziet gewoon aan jouw neus dat ik gelijk heb. Zie je? Zie je? Ja, ik heb gewoon gelijk, jongen. Ja, maar wat doe je als ik niet thuis ben dan? Dat weet jij niet. Dan zit je wel stiekem in het spelen, denk ik. Niels, dan mocht je willen dat ik daarin ging spelen. Ja, met Jordi samen, ja. Dat is een hele leuke box. Met Jordi spelen we er samen in. Mm-hmm. Is wel een uitvinding zo'n box, of niet Niels? Alleen ik ben bang dat als Jordi ooit gaat lopen, dat hij dan met box en al door de kamer heen wandelt. Als hij zijn zin niet krijgt. Wordt hè? Tuurlijk, wordt je groen dan? Ja, ja, ja. Ja, en blauw. Dus
Maar goed, wij gaan even verder hier met die slappe klets allemaal. Een hele goede morgen. Gisteravond hebben we de vlog niet afgesloten. Maar we zijn wel gewoon op een gegeven moment naar bed toe gegaan. En dan zitten we te wachten op de fysio. Dan gaat papa met jouw fysio, hè? Ja. Dan gaat papa met jouw fysio. Hi. Ja. Ja. Oké, is goed. En mama kus. Ik hou van jou. Oké. Nou, dankjewel. Dus dat, wat ik kan filmen van de fysio, dat weet ik nog niet. Dat gaan jullie nu zien. Zo, wij hebben fysio gehad, zoals jullie konden zien. En we zijn even naar de winkel geweest. En nou krijgt Jordi zijn flesje. En dan gaat hij lekker een middagdutje doen. Dus papa en mama hebben dan ook eventjes middagtijd of zo. Rust. Ja. Straks komt mijn mamsie mee eten en daarna doe ik haar nageltjes gezellig. En ja, wat de dag verder gaat brengen, ik denk niet veel. Wat vond jij van de fysio? Ik vond het wel leuk. Ja, vond je het wel leuk? Mm-hmm. Oké. Okay. Volgende week weer. Ja. Nou doet papa 2 weken lekker fysio, hoef ik het niet te doen. Ik heb ook een soort van vakantie. Ik heb mamsies nagels gedaan. Ze heeft hier ook meegegeten. Niels heeft Jordi uiteindelijk in bed gelegd. En nu liggen we nog heel eventjes bankzaken en beleggingen te doen. En dan gaan we zo ook naar bed, of niet, Niels? Mm-hmm. Wat ben jij aan het doen? Een beetje kijken of we nog iets wat we nog leuks gaan doen in de vakantie. Oh ja. Ja, je wil een dagje weg, toch? Mm-hmm. Ja. Dus daar is Niels mee bezig. Bij deze wil ik de ups en downs ook afsluiten. En jullie wel trusten wensen. Ik ga morgen deze vlog pas editen. Ik heb er vandaag geen puff meer voor. Niels, wil jij ook nog iets zeggen? Wel trusten.